samenwerkingsplatform binnen het ruimtelijk domein, binnen de bouw eigenlijk gezegd, waarin wij, Hendricks Bouw en Ontwikkeling als initiatiefnemer, met diverse partners samenwerkt. En dat doen we op twee manieren. Enerzijds vanuit een co-creatiegedachte, dus met de eindgebruiker. En anderzijds vanuit een business development gedachte. Dus dat zijn eigenlijk de twee manieren waarop we binnen Domix met allerlei partners samenwerken. Ja, we dachten van, kijk, vanuit de filosofie dat je als onderneming eigenlijk niet meer alles zelf moet doen, maar dat het veel meer naar netwerkorganisaties toe gaat, waarin je de kennis en kunde organiseert vanuit je netwerk. Dachten we ook, ja, dan moet je dat niet vanuit een organisatiesec doen, maar dan zou je daar eigenlijk een wat meer onafhankelijkere locatie voor moeten hebben, waar je die gezamenlijke activiteiten gaat organiseren. Dus vandaar dat we een specifieke ruimte voor Domix hebben ontwikkeld. Kijk, samenwerken, dat klinkt leuk, maar dat is hartstikke moeilijk. We hebben eigenlijk de filosofie dat je heel goed aan de voorkant stil moet staan bij het belang van verschillende partijen, waarom ze zouden willen samenwerken. En dat doen we door heel vaak die waarom-vraag te stellen. Ik heb mij ooit laten vertellen door een Japanse manier dat je minimaal 7 keer die waarom-vraag moet stellen. En dan pas kom je achter het belang van een partij. Want wij zijn niet geïnteresseerd in standpunten. We gaan echt op zoek naar die belangen. En als je weet wat de belangen zijn, dan kun je ook een gemeenschappelijk belang gaan definiëren. Waaruit een gemeenschappelijke waarde ontstaat. En dan moet je die zien te herverdelen onder de verschillende partijen. Maar het is dus cruciaal bij iedere samenwerking om aan de voorkant heel goed de belangen te definiëren. Zodat je daar niet later in het proces op terug moet komen. Of dat het niet helder is. Of dat er verschillende verwachtingen of uitgangspunten waren. Vandaar dat we zeggen van alle samenwerking binnen Domix. Die beginnen door heel duidelijk die belangen aan de voorkant te definiëren.